allemaal super gaaf dat je kijkt naar Jubilee Live waarin het ons hart is om jou te ondersteunen, te helpen, te stimuleren, te bemoedigen in jouw wandel met God en ook vandaag steunen we weer volledig op de heilige geest de Bijbel zegt hij is de grote leraar hij is degene die ons onderwijst de geest van de waarheid en God gebruikt daar mensen voor maar het is uiteindelijk de heilige geest die tussen de regels door of met de dingen die gedeeld worden als we uit Gods woord spreken de veranderende de transformerende waarheden tot ons voor ons verstand eigenlijk bekend maken. Dat is wat we noemen openbaring. Ineens gaat het open. En ons gebed vanavond is ook weer dat er een geest van wijsheid en openbaring mag stromen ook in jouw leven, zodat als we vandaag het woord van God induiken dat je één mag zien wat er staat en twee dat je ook mag begrijpen wat er staat en dat we dat met elkaar eigenlijk mogen ontvangen van God om te zien wat God bedoelt, wat Gods bedoelingen zijn met zijn gedachten in zijn heilige woord. Geweldig voorrecht ook weer dat ik vandaag dat we zo met elkaar het woord van God kunnen openen. En dat we uh, verder kunnen gaan met dit uh, prachtige thema. De, deze gebedscursus die we zijn begonnen. We hebben al heel wat delen gehad. En vanavond ga ik het, dan, ga ik het, uh, het eerste deel behandelen van geestelijke oorlogvoering. Eigenlijk een basis leggen voor weet je, wat de Bijbel zegt over onze geestelijke oorlogvoering. Weet dat je je gebedsverzoek uh, vandaag ook weer kunt doorsturen naar prayer.jubilee.nl. Wij zijn uh, wat dat betreft hebben we een team dat altijd klaar staat waar alle gebedsverzoeken ook naartoe? Dan, die komen terecht dan bij dat team en we bidden voor je. We geloven zo dat God een machtig werk doet, dat hij een wonderwerkende God is en dat als wij bidden, dan veranderen situaties en we zien daar nou, voortdurend getuigenissen van. Dus we zijn gigantisch dankbaar ook dat wij, ja, dat we dit, dat we dit hebben en, uh, dat je, en, en deel dus je gebedsverzoeken met ons zodat we voor je en met je kunnen bidden. Amen. Prijs de Heer. Um, we gaan het hebben over geestelijke oorlogvoering. En geestelijke oorlogvoering, nou, dat is nogal wat. Dat is een hele mond vol. En uh, bij sommige mensen, uh, ja, weet je wel, doet dat heel wat. Dan uh, is het van, uh, wow, weet je wel, uh, die hebben daar een hele beleving bij. En voor andere mensen, die denken echt: waar heb je het over, geestelijke oorlogvoering? Ik denk dat het belangrijk is bij dit soort onderwerpen wat al snel ook een eigen leven kan leiden, soms in charismatische kringen ook echt een eigen leven is gaan leiden, om echt te gaan kijken, en dat is ook mijn hartsverlangen... eigenlijk wat alle, met alles wat we doen, uh, om te zien wat zegt Gods Woord er nou echt over. Want zeker als het gaat om de dingen van de geest en de geestelijke wereld wil je wel uh, zo wandelen zoals de Heer het ons geeft in Zijn Woord. Hè? En dat we niet buiten, buiten kaders gaan of vreemde dingen gaan doen waar uiteindelijk onze autoriteit Tijd niet ligt of wat God helemaal niet van ons verlangt. En ik moet je eerlijk zeggen, in de, in de, in de tig jaren dat ik rondloop in, uh, in, uh, in, 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 ja, in de kerken binnen Nederland uh, en daarbuiten heb ik allerlei uitingen gezien, ook van geestelijke oorlogvoering. Uh, uh, en daar, is, daar zijn allerlei overtuigingen over. En waar ik je vanavond in mee wil nemen, op basis eigenlijk van, uh, nou ja, de principes zoals we die ook in de gebedscursus tot nu toe hebben gezien, is we willen elke keer dicht bij het woord van God blijven en daar een krachtig. Basis inleggen. En ik denk dat het belangrijk is. Belangrijk is voor iedereen die, uh, die luistert, iedereen die kijkt en iedereen die, uh, die, die God aanroept vanuit een puur hart om te weten wat zegt God nou precies over deze dingen in zijn woord. Het is met name Paulus, de apostel Paulus, die erg veel inzicht geeft, uh, natuurlijk geleid door de Heilige Geest. In, weet je, in de geestelijke wereld en de positie die we daarin hebben. En uh, hoe we daar op een goede manier mee om kunnen gaan. Uh, want dat we, ook, dat we ook vrucht zullen dragen. En dat we ook krachtig zijn in wat we op dat vlak doen. Oké, okay. ik wil eigenlijk beginnen om de baas te leggen in Colossens, hoofdstuk 2, vers 15. Nogmaals, we zullen de waarheid kennen en de waarheid zal ons vrijmaken. Gods woord is de waarheid, is de enige waarheid. Hè? Er zijn heel veel boeken over Gods woord geschreven. En uh, ik, heb ontzettend, ik heb heel veel boeken en ik, en ik, ben ontzettend, ik word ontzettend enthousiast over, uh, over heel veel boeken... Uh, maar uiteindelijk ook de boeken, als het goed is, uh, is hun vertrekpunt en hun focuspunt ook wat, wat de Bijbel zegt, het woord van God zegt. Uh, en dat geldt voor predikers, voor mijzelf ook. Mijn woorden moeten getoetst worden aan Gods woord. Gods woord is de enige toetssteen. Dus laten we met elkaar kijken naar Colossens, hoofdstuk 2, vers 15. Uh, ik denk een cruciale tekst. Een van de teksten die ik al vrij jong in mijn christenleven uitgeprint heb en op mijn slaapkamer gehangen heb omdat ik, eracht, omdat ik in ieder geval de, het idee had, dit is een essentiële tekst om te begrijpen. Deze is essentieel om te begrijpen. En ik heb nog steeds die overtuiging, na inderdaad uh, tig jaar, uh, na inderdaad meer dan 25 jaar... nog steeds de overtuiging dat dit een tekst is die van essentieel belang is... om begrip te hebben uh, van de geestelijke wereld en onze positie erin. Goed, laten we eens lezen met elkaar Colossens 2, vers 15. Hij... Heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk ten schande gemaakt, en daardoor over hen getriomfeerd. Het spreekt hier over de overwinning van de Heer Jezus Christus, Paulus die het beschrijft. Hij zegt, hij. Jezus heeft de overheden en de machten ontwapend. Die openlijk te schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. Er wordt wel eens gesproken over overheden en machten. En als we het hebben over de geestelijke, de, 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 de hemelssferen en de geestelijke machten. dan komen die termen die komen hier vandaan. Overheden en machten. En het spreekt hier over de machten van de duisternis. Ik ga hier zo nog verder op in. Maar wat we hierover zien is hij, Jezus Christus, heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Nou. Um, ik pak hem even uit de Amplified Bible, waar we hem hebben vertaald... Om, zodat we hem even iets duidelijker uh, kunnen begrijpen van wat hij nou precies staat. De Amplified Bible is een Engelse vertaling die iets meer uitleg geeft... achter bepaalde woorden die er staan, omdat ook de vertalers hebben... in dat opzicht hebben zij keuzes moeten maken welk woord ze precies gebruiken. Gebruikt hun in de vertaling in dit geval een Grieks woord... wat misschien verschillende betekenissen had en hebben ze er maar één van kunnen kiezen. De Amplified Bible die geeft vaak iets meer context, iets meer, uh, wat meer termen... Uh, daarnaast, zodat je ook zelf een breder beeld kan krijgen van wat er in essentie eigenlijk uh, bedoeld is. Colossens 2, vers 15 uit de Amplified Bible vertaalt. Toen hij de heersers en autoriteiten. de bovennatuurlijke machten van het kwaad die tegen ons opereren, had ontwapend, maakte hij hen tot een publiek voorbeeld door hen ten toon te stellen als gevangenen in zijn triomftocht... nadat hij over hen had gezegenvierd door het kruis. Oké, okay, dus hier krijgen we al iets meer begrip, iets meer context... van wat hier nou precies staat. En het is belangrijk om, om hier te staan. Daarom, daarom, is, daarom zeg ik een essentiële tekst. Hij heeft de heersers en de autoriteiten heeft hij ontwapend. Hè? Dus heeft hij, er staat de heersers en de autoriteiten, zoals we net zeiden, de overheden en machten, ander woord, dus heersers en autoriteiten, de bovennatuurlijke machten van het kwaad die tegen ons opereren, heeft hij ontwapend. Hier, voor de mensen die hier nog nooit iets over hebben gehoord, zie je dat, dit, dit staat al een paar duizend jaar in de Bijbel, hè? dus als je hier nog nooit van hebt gehoord, dan is het echt zaak om. Uh, om een keer een goede Babelschool te volgen, weet je, zodat je wel mee wordt genomen in deze dingen. Omdat het, omdat het er staat, omwille van jou en van mij, omdat we kennis krijgen van deze principes en deze dingen. Maar er staat hier de heersers en de autoriteiten, die heeft hij ontwapend. Laten we onszelf de vraag stellen: wat betekent dat? Dat de heersers en de machten, de duistere, de bovennatuurlijke machten van het kwaad, die tegen ons opereren, daarvan zegt het woord van God, die heeft hij ontwapend. Die heeft hij ontwapend door het kruis. Dus dit heeft te maken, dit is één op één gekoppeld aan het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En hij zegt, die machten en die overheden die zijn ontwapend. Zij zijn ontwapend. En hij maakte hen tot een publiekelijk voorbeeld door hen tentoon te stellen als gevangenen in zijn triomftocht. Voor deze mensen in, uh, in de kolossen. In deze mensen begrepen heel goed wat hij hier bedoelde, want hij gebruikte eigenlijk oorlogsterminologie. En oorlogsterminologie, voor hun was dit, een heel, dit, dit, dit was voor hun heel erg herkenbaar. Een triomftocht was heel normaal in die tijd, op het moment dat een volk ten strijde trok, of dat nou de Grieken waren of de Romeinen, en zij uh, overwonnen een, uh, een, 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 een streek, een land, een koning. Volk. Wat ze dan deden de heersers daarvan, die, uh, die werden vaak volledig naakt... en in ketenen werden zij, werden zij uh, meegevoerd eigenlijk na terug naar het vaderland. En zo kwam dan de leidende generaal, of vaak de koning die ook deel was van het leger... met de generaals, die kwamen dan zo de, de, de hoofdstad ingemarcheerd... terwijl daarachter dan, om de spot te drijven ook met de vijand... die dus volledig naakt en in ketens, volledig ontwapend... In een triomftocht door de hoofdstad werd gehaald en het hele volk stond te juichen: van ja, zie je wel, deze tegenstander is uitgeschakeld en wat zijn wij een machtig volk. Een triomftocht. Er werden trompetten geschald, er werd een feest gevierd. De overwinning is behaald en het was een overduidelijke tentoonstelling van een overwinning en van een overwonnen vijand. En. Eigenlijk diezelfde terminologie gebruikt Paulus. Hij zegt: Joh, begrijp je dat dit in de geest gebeurd is? Wij hebben vaak niet altijd het idee, wij weten niet, we beseffen niet altijd dat Jezus stierf aan dat kruis. Wow, hij was weg, hè? hij was overleden, zou je denken. Hij was vermoord. En, eh, en, en de derde dag stond hij op. Wauw, hij is er weer. Maar wij, begrijp, wij moeten begrijpen dat met zijn dood, dat tussen zijn dood en zijn opstanding heeft hij, heeft hij huisgehouden in de, bij de machten van de duisternis. Hij heeft betaald. Je, we moeten begrijpen dat met zijn dood en zijn opstanding. Eh, in, in het volbrachte werk van Christus heeft hij een paar dingen gedaan. En het, wat we hier, hier duidelijk beschreven zien, is dat hij huisgehouden heeft in die geestelijke wereld bij alle machten. En overheden. Bij alle, wat in het Engels staat, principalities and powers. Alle machten en overheden. De hoogste geestelijke, Duistere machten, de staten die tegen ons gericht waren, die erop uit zijn om te stelen, te roven, te vermoorden, te verdelgen. Jezus die heeft hun ontwapend, die heeft hun volledig in de pan gehakt. Die heeft hun, waarom was dat zo? Hij stierf als een zondeloos offerlam, stierf hij aan dat kruis, de duivel dacht ik heb hem, maar de duivel had hem niet, want omdat er geen zonde was in zijn leven, had hij ook geen grip op hem, ook niet toen hij in de geestelijke wereld terechtkwam, toen hij zijn lichaam verliet. En daar in de geestelijke dimensie kwam. Toen kwam hij daar met zo'n kracht. en met zo'n glorie van God. Op zijn, en, en autoriteit op zijn leven. dat hij volledig heeft hij daar de duisternis. en alle duistere machten. heeft hij volledig ontwapend. Hij is ten strijde getrokken. Toen zijn lichaam hier geslagen. en, en tot schande gebracht. en vernederd. toen dat er lag daar in die graftombe. tegelijk in de geest was daar de leeuw van Judah. die huis hield. In het rijk van de duisternis en hem volledig sloopte. Volledig de machten en de overheden sloopte. En wat staat er? Hij, hij ontwapende hun. Daarom zegt de Bijbel ook in openbaringen dat de sleutels van de hel en de dood, in het eerste hoofdstuk, zijn in zijn hand. Hij is de Alpha en de Omega. Het was na zijn dood en opstanding in Matthäus 28, vers 18 dat hij zegt, alle autoriteit in hemel en op aarde is aan mij gegeven, ga daarom de hele wereld in. Dat was, van voor, dat was daarvoor niet zo. Daarvoor hadden we niet alle autoriteit in hemel en op aarde aan hem gegeven. Ga even terug met me in, in je hoofd naar Matthäus hoofdstuk 4 of Lucas hoofdstuk 4... waar Jezus verzocht werd. In beide hoofdstukken staat hetzelfde verhaal waarin Jezus verzocht werd in de woestijn. Satan die, die confronteert daar Jezus, die verzoekt hem... en die zegt, als jij buigt voor mij en ik zal je geven al deze koninkrijken van de aarde. Jezus sprak hem daarin niet tegen. Hij zei van, oh, maar jij hebt deze koninkrijken helemaal niet. Je hebt deze macht helemaal niet, want... Tot dan toe had hij die macht. Had hij legaal, juridisch gezien, geestelijk juridisch gezien... had hij de autoriteit en de macht over alle volken van de aarde... met uitzondering van het volk Israël. Zoals we ook zien in de, in, in, in de eerste boeken van het, van het Woord van God... Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium... waarin we een paar duidelijke beschrijvingen zien... hoe eigenlijk de, de hele geestelijke wereld is opgedeeld in 72 territoria... waarin de volken verdeeld zijn en toegewezen zijn aan de overheden en de macht. De zonen gods, zoals ze ook wel genoemd worden. En, en waarbij God zegt, ik kies één volk daaruit, dat is het volk Israël. Abraham koos hij uit. Hij zegt, van jouw naam ga ik groot maken. In jou zullen alle volkeren van de aarde gezegend zijn. Ik heb hier, op andere momenten heb ik hier meer onderwijs gegeven. Het is een onderwerp aan zich, om dit goed te zien in het woord van God... en de Bijbelse basis hiervan beter te begrijpen. Dus ik ga daar nu niet verder op in... Maar even los van al zou je dat niet begrijpen en niet de hele context kennen, begrijpen we in ieder geval wat we hier zien dat er is zoiets als machten en overheden, geestelijke heersers die dus aangesteld zijn met macht, waarvan de Bijbel ons leert dat Jezus hun volledig ontwapend heeft. En dat moet jij en ik weten. Als wij dat niet weten, zijn we altijd te veel onder de indruk van de Satan en de machten van de duisternis. We hebben dan te veel respect. We geven hem te veel respect. En als wij hem te veel respect geven en wij hebben geen kennis van deze zaken. dan, 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 dan strijden wij ook niet vanuit een juiste positie. Dan begrijpen wij onze plek niet. Dan begrijpen wij onze plaats niet. Dan begrijpen wij de overwinning van de Heer Jezus Christus niet. En zullen wij, dan zal het resultaat zijn dat wij zelfs als goedgelovige christen. altijd nog slachtoffer zullen zijn van de duisternis, omdat we onze positie niet kennen omdat we onze plek niet kennen, omdat we het woord van God niet kennen. Weet je wat? mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis, zegt het woord van God. Omdat mensen, christenen, deze principes niet kennen, blijven heel veel christenen in een slachtofferhouding. Blijven bidden tot God: Heere, help ons, Heere, help ons. Terwijl de Heer heeft ons al geholpen. Hij zegt: Alle autoriteit in hemel en op aarde zijn aan mij gegeven. Ga daarom de hele wereld in. Predik dit evangelie. Predik het evangelie. Dat is het goede nieuws. Aan alle schepselen, maak de volk tot mijn discipelen, ze in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest, onderwijs alles uh, 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 te onderhouden wat ik jullie onderwezen heb. Weet je, dat kun je daar lezen in Marcus hoofdstuk 16 vanaf vers 15 of Mattheüs hoofdstuk 28 vanaf vers 18. En zij krijgen dus die opdracht, en dat is een opdracht van overwinning, een opdracht van domineren. Ja. ja, zul je zeggen, maar uh, dat is toch, uh, weet je, het was toch al, niet altijd makkelijk voor, de, voor het leven van de christenen die uitstapten. Er was toch ook vervolging? Klopt. Dat is de enige manier van tegenstand waarvan Jezus zegt, hij zegt daar ga je mee te maken krijgen. Dat zijn, zou je kunnen zeggen, de laatste stuiptrekkingen de laatste stuiptrekkingen van de geestelijke oorlogvoering, die al beslist is in de hemelse Gewesten. Daarom, Jezus die ontkent nergens ook dat wij als christenen, en Paulus die is daar heel duidelijk ook over, de apostelen zijn er heel duidelijk over, dat als wij, zullen, als wij staan voor ons geloof en wij geloven in de Heer Jezus Christus, dat dat met zich mee zal brengen ook dat er vervolging kan komen. Dat is niet iets uh, wat bij je weg kan worden genomen. Ik ga je nog iets anders zeggen, maar hiermee open ik zeg maar een ander blik, om het zo maar te zeggen. Een andere... Als Paulus spreekt, en hij bidt hij bid tot God. Haal van mij weg deze doren in het vlees, waar hij het over heeft. Een doren in het vlees waarover wordt gesproken. Haal van mij weg deze doren in het vlees. In, in 1 Kintho's stuk 12. Dan heeft hij het over de tegenstand, de weerstand, de ellende die hij hier in elke plek tegenkomt. Hij heeft het over de vervolging, hij heeft het over de weerstand, hij heeft het niet over ziekte daar. Hij heeft het geen zins over ziekte daar. En dat is door de kerkgeschiedenis een eigen leven gaan leiden. Maar die kun je niet hard maken. Die kun je niet hard maken vanuit de schrift. Het enige wat je kunt hard maken vanuit de schrift is dat hij. En laat ik het eventjes. Laat ik hem even een paar referenties noemen. Zodat je als je interesse hebt. Dat je er zelf naar kan kijken. De enige, uh, uh, het enige wat je kunt hard maken is dat je op een gegeven moment. Als hij spreekt over deze. Doorn in het vlees. En ik gebruik, ik, ik, ik ga bewust even in op deze bunny trails, zoals je het kunnen zeggen, even konijnenpaadjes. Hij spreekt erover in 2 Korinthe, hoofdstuk 12, uh, vers 7. En dan spreekt hij over een boodschap van Satan die mij met vuisten slaat. Daar heeft hij het over. En hij heeft het hier over heel concreet, heeft hij het over de. De weerstand, de verdrukking, de vervolging die hij overal tegenkomt. En hij zegt, God, ik trek dit niet meer. Haal het bij me weg. Maar God zegt, ik haal het niet bij je weg. Dat zegt hij niet. Van, ja, oh, ik haal het bij je weg. Hij zegt, nee, mijn genade is jou genoeg. Mijn genade is jou genoeg. Je zal overwinnen. Jij zal, je race vol, jij zal je, jouw wedloop lopen. Jij zal kunnen bereiken waartoe ik je geroepen heb. En, uh, en dat lees je in 2 Timotheus. Uh, weet je, je ziet dat, laat ik zo zeggen... Uh, als je hier terugkijkt naar, want we moeten het in context zien, hè? de doorn in het vlees bij Paulus die wordt dus genoemd in 2 Korinthe hoofdstuk 12, vers 7, 8 en 9, en daar zie je en vers 10. En dan zegt hij dat dan ook: hè, van joh, hij zegt uiteindelijk ben ik tot het punt gekomen. Hij zegt, ik roem gewoon in deze zaken die mij overkomen. Maar dit is hoofdstuk 12. Wil je begrijpen wat hij zegt? Moet je hoofdstuk 11 hebben gelezen. Anders keer je de context niet. Ga je dingen uit de context zien en ga je eigen conclusies trekken die niet kloppen. Dus en in hoofdstuk 11 zie je dat hij op een gegeven moment spreekt van zijn vele lijden in Christus, zoals hij dat noemt. En dat lijden in Christus, zoals hij dat noemt, dan spreekt hij over al de ellende die hem is overkomen door de tegenstand, de weerstand en de zware vervolging. Dus dat zijn de laatste stuiptrekkingen waar we mee te maken hebben, waarvan, God, waarvan Jezus ook zei: Hij zegt dat moet je accepteren, dat is zo. Maar in onze geestelijke positie moeten wij begrijpen: de machten en de overheden zijn volledig ontwapend. Er is grote autoriteit gegeven in de naam van de Heer Jezus Christus. Wat betekent dat nogmaals, dat de machten en de overheden ontwapend zijn? Wat betekent dat? Heel concreet. Geef eens antwoord voor jezelf. Het betekent volgens mij. Dat zij geen wapens meer hebben. Hè? Dit is niet hogere wiskunde. Hè? Dit is uh, puur kijken wat er staat. Zij hebben geen wapens meer. Hè? En dat is een belangrijke om te weten. Dus dat betekent ook over de. de, de om het zo maar te zeggen, mensen zijn soms bezig met uh, 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 het. Ont, laat ik zo zeggen. Je hoeft dus de overheden en de machten niet meer te ontwapenen, want zij zijn al ontwapend. De Bijbel leert ons nergens dat wij zeg maar ook die overheden en die machten uh, moeten wegsturen of iets dergelijks. Dat staat er allemaal niet. Deze dingen komen we allemaal niet tegen in de Schrift. Op geen enkele plek. Wij moeten begrijpen volgens het woord van God dat welke autoriteitspositie ons gegeven is. En dat zijn wel hele belangrijke dingen die wij moeten begrijpen. He, dus op het moment dat wij, uh, wat wij moeten begrijpen, is dus alle macht en overheden ook over de plaats waar jij woont, de macht en de overheden in de plek waar jij woont, die zijn volledig ontwapend en ook zij zijn openlijk te schande gemaakt door de Heer Jezus Christus. Zij kennen hun plek, zij kennen hun plaats. De vraag is: ken jij je plek, ken jij je plaats? Want Jezus geeft ons de opdracht om de hele wereld in te gaan. En, uh, en, 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 en de schepping te vertellen het goede nieuws. En dan zegt hij: en zie, ik ben bij je. Het is hij, de overwinnaar zelf. Het is hij, de leeuw van juda zelf, die met ons gaat. En wij moeten dus als christenen wij moeten stoppen met het fitten op elkaar. Met ja, is de wil van God wel genezing? Eh, kan dat wel demonen uitdrijven? Moet dat wel de heilige geest die zo beweegt? Wij moeten stoppen met dat, soort, met dat soort kinderlijke discussies. En wij moeten begrijpen dat er een wereld is die wij moeten bereiken. En daar heb je alle kracht voor nodig waarin God reeds heeft voorzien. Daar hebben we alle wijsheid en alle inzichten voor nodig. En daar hebben we voor nodig dat er een openbaring komt van de autoriteitspositie. Die de Heer Jezus Christus heeft en die Hij aan jou en aan mij gegeven heeft in Zijn naam. Het is tijd dat je gaat opstaan in de kracht van de Heer Jezus Christus en dat jij je positie gaat kennen in de geest. Dat jij begrijpt wat jouw geestelijke identiteit en jouw geestelijke autoriteit is die aan jou gegeven is door de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Dus dit is een hele belangrijke tekst om voor jezelf te weten. Laat dit op je indringen. Wat, vraag je zelf, wat betekent dit als ik dit lees? Dit betekent Jezus Christus heeft alle macht en overheden ontwapend. En laat me dit zeggen: als de macht en de overheden wapens hebben, zijn dat alleen maar wapens die de christenen hem wellicht hebben gegeven omdat het is gegeven nu aan de Heer Jezus Christus, het hoofd van de gemeente. Daar, liggen dus nu de, daar ligt de autoriteit en de macht. Hij is het hoofd van zijn lichaam. Het lichaam is dus is, is met het hoofd gekoppeld aan het hoofd. Is dus de drager op deze aarde van autoriteit en macht in zijn naam. En de, als de macht en de overheden wapens hebben, hebben ze dat alleen omdat de christenen het hem hebben, of hen hebben gegeven. Zo moet je even denken over deze dingen. Laten we even verder kijken in uh, Efezo stuk 2 en hier veel meer over lezen om hier de duidelijkheid over te krijgen. Ja? Is het dus op zijn plek dat jij bang bent voor machten en overheden? Nee, dat is volledig misplaatst als een christen daar bang voor is. En bang is voor occulte zaken of weet ik veel wat. Nee, dit is volledig ontwapend. Het is volledig ontwapend, openlijk tentoongesteld. Naakt is, is, zijn de machten en de overheden aan een ketting door Jezus Christus, door de straten van de, van de eeuwigheid gevoerd en door de hemelse gewesten heen gevoerd. En openlijke tot schande gemaakt. Bespot is, is, is zijn de machten en de overheden in de naam van de Heer Jezus Christus. Ik zeg niet dat zij geen invloed meer uitoefenen, deze machten en overheden. Maar in het leven van de christen zijn zij volledig ontwapend en openlijk tentoongesteld. En de duivel wil niks liever dan dat jij andere gedachten hebt. Dat deze waarheid niet bij jou terechtkomt. Maar wij hebben nodig dat wij onze plek kennen in, in Jezus Christus. Hosea 4, vers 6. Mijn volk gaat ten onder, zegt God, door gebrek aan kennis... Als je deze kennis niet hebt, weet je de wapens niet die aan jou zijn gegeven. Weet je niet de autoriteit die is in de Heer Jezus Christus. En word je, blijf je een slachtoffer terwijl je eigenlijk een koningskind bent. Je bent gemaakt om te regeren en toch laat je alles maar over je heen komen. Ja, Heer, als u het wil, als u het wil. God, als u het wil is een rage bed. Als je ziet de autoriteit en de kracht waar de Bijbel over spreekt, die aan jou en mij is gegeven. Als u het wil, is een, is een soort is, is, is het gebed van een babychristen die geen inzicht heeft in zijn of haar plaats en autoriteit in de geestelijke gewesten. Nou zeg je, het, ik weet niet wat je allemaal zegt, geef me daar meer uitleg over. Top. Gaan we doen. Efeso stuk 2. Lees eens met me mee. Efeso's stuk 2 vanaf vers 1. Ook u heeft hij met hem. Ook u, spreekt over jou en mij, heeft hij, God de Vader, met hem, Heer Jezus Christus, levend gemaakt. Want Jezus Christus is de derde dag levend gemaakt. En Paulus die zegt, hij zegt, begrijp je wat daar gebeurde? Toen Jezus werd levend gemaakt, werd jij levend gemaakt. Jij en ik, wij werden in de geest, werden wij levend gemaakt. U, die dood was door de overtredingen en de zonden. Begrijp dit goed. In Gods ogen betekent dood afgescheiden zijn van God. Je hebt je lichamelijke dood en dan hebben wij een begrafenis... en dat is ons weet je, het meest erge wat iemand kan overkomen. Iemand komt te overlijden. Maar uiteindelijk in de ogen van God is dat, eigenlijk, is dat, alleen, is dat slechts een overstap van dimensie. Je laat het aardse laatje achter je en je komt in het eeuwige terecht. Het, het, de, wat God zegt, hij zegt wat echt dood is, betekent voor eeuwig afgescheiden zijn van God. Dat is echt dood. En hij zegt zonden en ongerechtigheden. Hij zegt eens was jij dood in de zonde en de overtredingen van jouw leven. Er was zonde en overtredingen in jouw leven. We zien dat vanaf Adam en Eva. Zij gaven dat door aan, van geslacht op geslacht op geslacht. Het was een soort schuld die door de generaties heen ging. Zorgde ervoor dat de natuur van de mens verdorven werd. En daarom zien we ook dat de mens kan niet uit eigen Kracht leven naar Gods wil en naar Gods standaard. Wij hebben nodig een nieuw hart. Jeremia profiteerde daar al over dat dat zou gaan gebeuren in de messias. Ezekiel profiteerde erover dat er een nieuw verbond zou komen. waarin God een wonder zou doen in de harten van mensen. Niet langer een wet met regels waar de mens, mens niet zich aan kon houden. Het was onmogelijk dat de mens zich daaraan kon houden. De wet die eigenlijk zonde bekend maakte. en daardoor bekend maakte ook dat we een verlosser nodig hadden. Een verlosser waarvan? Die zonde en die ongerechtigheden. Want wie kon ons verlossen van onze zonde en ongerechtigheden? Wij zelf niet. We zaten met een schuld en we zaten met met een, een zonde-last die van generatie op generatie werd doorgegeven. Totdat de Heer Jezus Christus kwam, het volmaakte offerlam. Johannes de Doper de kondigde hem aan. Toen hij kwam lopen, zie je: Lam van God, die de zonde van de wereld wegneemt. Hij nam de plaats in van jou en mij. Hij betaalde een prijs die wij zelf niet konden betalen. Jezus Christus, de perfecte offerlam. De perfecte manifestatie van Gods liefde. Aan dat kruis hing hij daar met jou en mijn zonde. Hij hing daar. Hij was zelf onschuldig, maar als een topcrimineel werd hij afgeslacht en hij betaalde daar een prijs alsof hij een topcrimineel was. Op dat moment droeg hij al jouw en mijn zonde, jouw en mijn ongerechtigheden alles door de eeuwen heen de volledige macht van de zonde en daarmee de macht van de ziekte, want ziekte was slechts een gevolg van zonde. Toen er nog geen zonde was in deze wereld, was er ook geen ziekte. En we begrijpen als zonde wordt weggenomen, de macht van de zonde is weggenomen, is ook de rechtsgrond van ziekte wordt weggenomen. Maar al al deze dingen waren op de Heer Jezus Christus. Daarom zegt de Bijbel ook in Jesaja stuk 53, vers, vers 3 en 4. Prijs de Heer, ik, ik, ik lees hem aan je voor. Omdat het zo gigantisch krachtig is. En zeker als je dit voor het eerst hoort. Of weet je wel, of, of misschien... Ik word altijd enthousiast. Ik ken deze teksten zo goed als uit mijn hoofd. Maar... Ik, vind, ik word er elke keer weer enthousiast van als ik ze zie. Hij was veracht, zegt Jezaja 53, vers 3. De onwaardigste onder de mensen, een man van smartheid... spreekt over de Heer Jezus Christus, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt... hij was veracht en we hebben het niet geacht. We begrepen niet wat er gebeurde aan dat kruis. De mensen begrepen niet wat er gebeurde aan dat kruis. Zijn tijdgenoten begrepen niet wat er gebeurde aan dat kruis. Ze waren, voelden allemaal verslagen, alhoewel hij al had, had geprobeerd. Ze had duidelijk te maken op zoveel momenten in zijn aardse bediening. Waren hun oren als het ware Verstopt. Zij konden geestelijk gezien niet, niet, niet begrijpen. in de aankondiging van zijn lijden. wat hij zou gaan doen. Maar vers 4 zegt. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde. door God geslagen. verdrukt. Het was een crimineel. Hij zal wel iets ergs gedaan hebben. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Halleluja. O oh man, er staat vers 6. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Dit beschrijft jouw en mijn levenswandel. Wij waren gemaakt om te functioneren onder God als onze goede herder, Maar we gingen onze eigen weg. We wilden onze eigen God zijn. We wilden zelf de regie hebben, zoals mensen zonder God de pre-christen, de mensen die nog geen christen zijn. Hoe zij het leven leven. Wij dwalen. We zijn verdwaald. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Wat een wonder aan dat kruis! Wat een overwinning, wat een prijs werd er betaald. De Bijbel zegt in 2, vers 1: Ook u heeft hij met hem levend gemaakt toen hij de dood overwon. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Daarom was de macht van de zonde regeerd, en het loon van de zonde is de dood. En, 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 en dat, was dus, dat was onze geestelijke status. Dat is de geestelijke status van elke pre-christen. Vers 2. Waarin u voorheen gewandeld hebt, de zonde en de ongerechtigheden, waarin u voorheen. Wat betekent dat? Voor je bekering, voordat de heer Jezus Christus jouw heer werd, daar wandelde je toen in. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. De aanvoerder van de macht in de lucht. We hebben gelezen over de overheden en de machten. En we begrijpen dat er een aanvoerder is: een ander woord, wat de Engelse bijbode zegt, is een prins. The Prince of the Power of the Air. En dan staat er: Wij leefden eerst naar zijn. Wij moesten dansen naar zijn pijpen. Wij waren een marionet. In de handen van de prins van de duisternis. Wij zaten vast in zonde en ongerechtigheden. En zoals hij, de Satan, verlangde dat wij sprongen, zo sprongen wij. En zo gingen wij door. En zo gingen wij, zo gingen wij door. Maar er staat hier, de uitleg hiervan dus, van de geest. Wij, waren, wij wandelden overeenkomstig de wil van de aanvoerder, de prins van de macht in de lucht. van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Zie je dat, vers 2? Die nu, dus die geest is er nog wel en die is ook werkzaam, maar nu niet meer in het leven van de christen. Dus we moeten hier een onderscheid maken. Wij waren eerst dood en toen wij waren in die macht van de dood... dat was doordat, on, doordat de zonde en de ongerechtigheden in ons leven regeerden... Toen, waren, toen vielen wij onder een ander koninkrijk, het koninkrijk van de duisternis. Wat betekent dat? De macht van de duisternis. Hij was koning. Wie was koning? Nou, de prins, de, de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wat is dat, die geest? Een stukje uitleg daarover... Die geest, wat wij moeten begrijpen, hoe, hoe werkt dat in deze wereld vandaag de dag en hoe werkt dat in mensen? Die geest, dat is niet een spook, weet je wel, zoals Casper uh, uh, het vriendelijke spookje of zo, van dat we denken, ja, het is dus een geest, weet je wel. Maar, nee, die geest, dat is een invloedsfeer. Die geest is werkzaam ook op dit moment. En wat is de... De primaire uiting van deze geestmacht is dat hij mensen kan misleiden. Het is een stimulerende kracht die mensen sterk beïnvloedt. Die mensen in hun gedachten kan beïnvloeden, mensen in hun overtuigingen, in hun mindsets en ook de cultuur. Een voorbeeld daarvan zie je bijvoorbeeld in Hitler. Als je kijkt naar Hitler, Adolf Hitler, zien we dus dat daar denk je: denk, Nou, man, dat is echt satanisch. Dat klopt, dat is ook zo. Dat is dus, weet je, zoiets komt tot stand vanuit een geestelijke macht. Dat is niet een mens die vervolgens heel gek gaat doen. Nee, het is voor een mens onmogelijk om zoveel te mobiliseren zoals een Adolf Hitler mobiliseerde. Daar zitten geestelijke machten achter. Dus, en dat is een hele duidelijk, hè? we begrijpen, nou, Hitler, hoe komt hij aan al die overtuigingen? Hoe komt hij tot zulke gruweldaden? Hoe komt hij tot zulke beestachtige uitingen? Dat kan alleen door een duistere invloed die werkt in diegenen die niet van de Heer Jezus Christus zijn, die vallen onder een andere autoriteit. Oké. Okay. Maar denk ook aan je eigen leven. Want Hitler is, uh, kunnen we makkelijk de, 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 de vinger naar wijzen. Maar ook in ons eigen leven, voor het Christus in ons leven was, wij waren verdwaald, wij vielen onder een andere autoriteit. Wij werden geleid door onze lusten. De zonde dicteerde ons leven. Oh ja, naar buiten toe hadden we misschien wel een goede masker en we deden ons best. Maar in de kern van ons wezen, in de kern van ons wezen dwaalden wij. Wij deden dingen die je daglicht niet konden verdragen. Of het nou, weet je, wij maken daar onderscheid in. Weet je, ah, nou, maar ik ben niet een moordenaar. De vraag is, weet je, zonde is zonde. Er zijn mensen die roddelen er maar op los. En dat is even, even, dat is even goed een zonde, net zo goed als moord een zonde is. Er zijn mensen die zeggen, ja, nee, ik ben geen moordenaar. Maar tegelijk haten ze wel anderen, dan hebben ze een hekel aan anderen. De Bijbel zegt in 1 Johannes: spreekt van, als jij je broeder of je zuster haat, dan ben je een moordenaar. Weet je, in de geest zien we dat wij, zie je, bepaalde onderscheid wordt helemaal niet gemaakt dat wij wel maken. Maar begrijpen we waar dit mee te maken heeft, dat deze invloedssfeer die, werkt in de, in de, in de, uh, die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, die, die mensen die, die God nog niet volgen en dus wandelen niet naar Gods richtlijn, die het nieuwe, de nieuwe schepping, het nieuwe leven nog niet hebben ontvangen, weet je, uh, die worden daardoor beïnvloed. En dan staat er vers 3, als we daar verder kijken, over, uh, uh, over die, 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 deze kinderen van de ongehoorzaamheid. Daar staat, onder wie ook wij allen, onder wie ook wij allen, wij christenen, spreekt hij over, wij christenen, al die, kerken, al die kerkgangers daarin in Efeze, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. Nu niet meer, maar vroeger wel. In de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees. Onze oude natuur, onze zondige natuur wordt daar benoemd. En de gedachten te doen. Zoals het in ons opkwam, zo gingen we doen. We, gaan, we waren daaraan overgegeven, we waren daar zelfs slaaf van. We wilden wel anders. Maar we konden ook uiteindelijk. In essentie kan een mens niet het goede doen en is een mens niet volmaakt. Uit zichzelf kan dit niet. Dit kan alleen als God een wonder doet in je hart. En wij waren van nature. Kinderen der torens. Anders gezegd, in onze natuur was het gewoon dat wij eigenlijk afstevenden op straf. Want wij allemaal, zelfs de meest brave persoon... in zijn of haar denken komen allerlei zondige dingen voort. Er is een, een zondige natuur in, het, in, in de mens zonder God. Wij hadden daarom een verlosser nodig. Wij hebben een verlosser nodig. Zijn naam is de Heer Jezus Christus. Hij is gekomen. Wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Dus hij zegt: eens waren we dat nu niet meer. Hij maakt een duidelijk onderscheid. We hebben kinderen van het licht en we hebben kinderen van duisternis. Waren we, zijn wij beter dan dan kinderen van duisternis? Nee, wij waren geen haar beter. Wij hebben ook niks beters gedaan. Het enige wat jij en ik hebben gedaan, is wij hebben aangenomen de verlossing in Christus Jezus. En andere pre-christenen misschien nog niet. Dus die hebben dat, die, wij, wij, zij moeten het Evangelie horen om te ontsnappen aan de macht van de duisternis. Waarom? Om te ontsnappen aan de macht van de dood. En voor eeuwig afgescheiden zijn van God. Wat God. Waar God de hoogste prijs voor heeft betaald om dat te voorkomen. Vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Hier komen we naar God, Gods hart, Gods natuur. Maar God die rijk is in barmhartigheid heeft ons door zijn grote liefde, ons de gelovigen, door zijn grote liefde... waarmee hij ons lief gehad heeft. Vers 5. Ook toen wij dood waren door de overtredingen... met Christus levend gemaakt... uit genade bent u zalig geworden. Wat betekent dat, zalig geworden? Ik ben vanuit de duisternis in het licht gekomen. En ga die twee nu niet door elkaar halen. Veel christenen doen dat. Ja, wij zijn een zonde, wij, zijn, wij blijven zondaren. Nee, 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 nee. Nee, dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel maakt heel duidelijk, zelfs in deze versen, heel duidelijk onderscheid. Een christen kan niet een zondaar zijn. Een christen betekent je bent een kind van God. Ja, maar we, we zondigen toch wel? Hè? We, we komen toch zondig? Ja, dat, zou, dat kan gebeuren. De Bijbel spreekt erover in 1, 1 Johannes hoofdstuk 1. Maar het is niet de bedoeling dat wij voortdurend in zonde wandelen. En het is zeker niet in lijn met de nieuwe natuur die God jou heeft gegeven. Volgens 2 stuk 5, vers 17. Van diegene die in Christus is, is een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij, zie het nieuwe is gekomen. Niet straks in de hemel. Nee, hier op aarde ben je een nieuwe schepping geworden. De zonde heeft geen macht. Meer over je. De zonde heeft geen autoriteit meer over je, zegt Romein stuk 6. Lees die hoofdstukken. Lees opnieuw en opnieuw en opnieuw... totdat het opengaat voor je begrip, opdat je mag zien wie je bent. De Bijbel zegt, het woord van God is als, is, is als een spiegel... waarin we onszelf kunnen aanschouwen zoals God ons werkelijk ziet. Ja, wij waren zondaar. Ja, wij zaten in zonde en ongerechtigheden. Ja, wij waren van nature kinderen des torens. Maar niet langer. Wij zijn met Christus levend gemaakt. Oh, halleluja. Ook toen wij dood waren door overtredingen... Met Christus zijn wij levend gemaakt en uit genade bent u zalig geworden, vers 6. Ook en heeft Hij ons, dit is zo belangrijk, en Hij heeft ons met Hem opgewekt. Ja, weet je, dit gaat later gebeuren in de hemel. Nee, 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 nee. Dit is wat gebeurd is aan het verbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij heeft ons geestelijk, in de geestelijke wereld... wat een meer reële wereld is dan de natuurlijke wereld... heeft Hij ons, heeft Hij jou, heeft Hij mij... broeders en zusters in het geloof, heeft Hij met Hem opgewekt... en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Zie je, met dat Christus uit dat graf kwam en opstond uit de dood heeft de Heilige Geest ons openbaring door de apostel Paulus dat toen hij uit de dood opstond, stond jij en ik stonden op uit de dood. Allen die Jezus aan hebben genomen als verlosser, oh man, en ons identificeren met dit offer, wij stonden met Hem op uit de dood. En toen hij, toen hij de plek kreeg aan de rechterhand van God in de hoogste heerschappij een plek, de Bijbel zegt: Hij heeft ons met Hem. Wie heeft ons? God de Vader heeft ons met Hem, met Christus opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Hij heeft ons onze juridische, onze geestelijke juridische positie, de autoriteitspositie die God jou en mij heeft gegeven, de identiteit die hij jou en mij heeft gegeven, is in de hemelse gewesten in Christus Jezus in een plek van heerschappij, regeren. Door Christus Jezus. Dit niet door ons eigen kunnen, niet ons eigen verdiensten, niet onze goede werken. Het is enkel en alleen door genade dat wij zalig zijn geworden. Maar nu wij zalig zijn geworden door de genade, zijn wij geroepen om gezeten te zijn met Christus Jezus in de hemelse gewesten, aan de rechterhand van God. Dat is het startpunt van ons christenleven. Dat is de geestelijke positie die wij hebben op dit moment hier op aarde. Mogen wij staan in die autoriteit en kracht, en mogen wij wandelen in de volle van deze openbaring dat de machten en de overheden zijn ontwapend, openlijk tentoongesteld en overwonnen door de kracht van het kruis. Halleluja, en wij met hem, wij met hem. Het behaagde God dat alle zonden en ongerechtigheden op hem kwamen. Het behaagde God dat leed en ziekte op Jezus Christus kwamen, opdat de heerschappij en de glorie die Jezus vervolgens zou overwinnen en weer terug zou winnen van de vijand, opdat dat dat... Ons deel zou worden voor een ieder die de Heer Christus aanneemt als Heer en Verlosser. Halleluja, dit is het verlangen van God. Dit is het volmaakte verlossingswerk wat volbracht is in de Heer Jezus Christus. Ik lees je slechts alleen de teksten op zoals ze er al duizenden jaren staan. stuk 2, vers 7. Opdat Hij in de komende eeuwen. <laughs> Hij God, de Vader. Opdat Hij in de komende eeuwen. Wij leven nog in die komende eeuwen. He, dit, zijn, dit is geschreven 2000 jaar geleden, in die eeuwen, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. De Bijbel spreekt hier een boodschap van goede tierenheid over jou. Goede tierenheid over jou door Christus Jezus. En dat God zegt, ik wil eeuwen, de eeuwen wil ik gaan vullen om zichtbaar te maken de goede tierenheid die er is op mijn kinderen en de overwinning die er is in Christus Jezus. De de apostelen werden uitgezonden als een machtig leger, lieve broer, lieve zus. Alle autoriteit in de hemel en op aarde is aan mij gegeven, zei de Heer Jezus Christus. Ga daarom in de gehele wereld in zijn naam, in zijn macht, in zijn kracht. En de Bijbel zegt: zij gingen uit, predikte het Evangelie, wonderen en tekenen gebeurden. Demonen werden uitgeworpen, ziekte genas. De Christen, de, het lichaam van Christus stond op. Jezus had het al eerder voor zegt, zegt hij die in mij gelooft, dezelfde werken zal hij doen en nog grotere dan deze. <laughs> Halleluja. En daar gingen ze in Zijn naam en in Zijn macht en in Zijn kracht. En jij als christen, jij bent daartoe geroepen. Er is geen ander evangelie. Dit is het evangelie zoals we het zien in de schrift en in het woord. Halleluja. Denk ook eens, lieve broer, lieve zus, aan Jezaja hoofdstuk 5, vers 13. Mm. Mijn volk is in ballingschap geraakt, want het heeft geen kennis. Want het heeft geen kennis. Als wij de kennis van Gods woord niet kennen, dan leven we in gevangenschap. Als wij de kennis van deze waarheden niet omarmen, dan leven we als slachtoffer. Als wij de kennis van Gods woord niet tot ons nemen zoals het er staat, dan leven we in een vorm. We leven misschien in traditie, we leven misschien in religie, maar we hebben niet de volheid van het leven zoals God het heeft bedoeld. Is het verlangen van Paulus de Apostel ook niet het gebed wat hij voortdurend bidt, opdat u gevuld mag zijn met de volheid Gods? Omdat u gevuld mag zijn met de volheid van God. Hoe zou je leven eruit zien als jouw leven gevuld is met de volheid van God? Ja, zeg je. Maar ja, dat ziet toch? Hè, wie ziet dat dan, de volheid van God? Nou, een ieder die de strijd van geloof strijdt, de goede strijd van het geloof, die zal zien dat de Heer elke keer doorbreekt. Die zal zien dat God trouw is. Die zal zien dat Hij degene is die zegenende zegend, vermenigvuldigende vermenigvuldigt. Je zal zien hoe demonen uitgedreven worden, hoe ziekte geneest. Hoe het lichaam van Christus opstaat in kracht. Halleluja. Prijs de Heer. Een paar gedachten nog voordat ik dit stukje wil gaan afsluiten. Wat leren we dus uit dit stukje van uh, een paar dingen die we hier hebben geleerd? Onder andere, we hebben geleerd de aanvoerder van de macht in de lucht. Dat is Satan. Hij is de baas van alle machten en overheden, waar alle machten en overheden ook aan rapporteren. Hij is de leider van de grote geestelijke rebellie. En, 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 en hij is een overwonnen vijand, maar hij gaat rond als een brullende leeuw... zoekende wie hij mag verslinden, staat er eigenlijk. Hij gaat rond als een brullende leeuw zoekende die hij mag verslinden. Nou, de Satan en zijn overheden hebben dus geen macht of autoriteit meer over de christen. Hij, zij, is onder de macht van de dood vandaan gehaald... door het geloof en de doop in Christus Jezus... Hè? Dat kunnen we ook bijvoorbeeld lezen. Volgens mij heb ik hem in deze studie heb ik hem niet zo staan. Maar het is zo goed ook als je 1O stukje terugkijkt in Colossus. Uh... Sorry, als we terug gaan naar Colossense en we lezen Colossense 1, vers 13. Ik haal hem even voor je erbij. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Dit is een voldongen feit. Dit is een voltrokken werk. Dit is een gedane zaak. Dit is niet iets wat moet gaan gebeuren. Dit is reeds gebeurd. En het is aan de christen om het woord van God te ontvangen. Jezus zegt, je zal de waarheid kennen en de zal je vrijmaken. De Bijbel zegt in Romeino's stuk 12, vers 2. Wees niet langer geconformeerd en gelijkvormig aan deze wereld. De wereld betekent dat het domein van Satan. Dat hebben we niet over de aarde als, als planeet, maar we hebben het over de wereldheersers hier. Hij zegt: Denk niet langer zoals Sim. Denk niet langer in slavernij. romein stuk 12, vers 2. Wordt getransformeerd door het vernieuwen van jouw denken. Het is tijd voor de transformatie in jouw en mijn denken. Opdat u mag erkennen wat de goede, welgevallige en de volkomen wil van God is. 1 Petrus 1, vers 13 zegt: Omgort dan de Lendenen van uw verstand. Om God te lendenen van uw verstand. Het is tijd om je verstand even bij elkaar te grijpen en te zeggen. Maar sta ik nou? Hoe denk ik nou over deze dingen? Hoe denk ik over de Satan? Hoe denk ik over de machten en de overheden? Hoe denk ik over Gods Woord? Hoe denk ik over mijn eigen identiteit? Waar Christus die hoge prijs voor heeft betaald? Ik beledig de Heer Jezus Christus als ik zeg dat ik nog steeds een zondaar ben, terwijl zijn bloed voor mij betaald heeft. Dat is juist waarom hij, de bloed, waarom hij zijn bloed heeft vergoten. Om mij vrij te kopen. Opdat ik niet langer een zondaar ben. Omdat ik de gerechtigheid van God ben in hem. Dat is wat de Bijbel ons leert. In 2 Corintho stuk 5. Zeg ik dat goed? 2 Corintho stuk 5, 17. Klopt dat wat ik zeg? Uh, sorry, vers 18. Klopt inderdaad. 2 Korinthoos stuk 5. Vers 17, 18, 19, 20 en 21. Want hij, vers 21, hij heeft hem die geen zonde kende, heeft hij zonde gemaakt voor ons. Opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Wij zijn geworden de gerechtigheid van God in hem. O prijs de Heer, wat een volbracht werk. Wat een krachtige waarheid. Wauw. En wat zien we dus hier? Wie zijn dan wel onder de macht van de duistere autoriteiten invloeden? Nou, ongelovigen of zondaren. Ik noem ze liever pre-christenen. Uh, mensen die Jezus nog niet als Heer hebben ontvangen, zij zijn geestelijk gezien nog dood en vallen onder de macht van de dood, de macht van de vijand. En deze ongelovigen zijn speelbal van de vijand. Zij worden meestal zonder het te weten en zonder het zich te realiseren volledig of gedeeltelijk of volledig beïnvloed door duistere machten. Mensen vinden van alles van allerlei wereldheersers en we kijken naar de wereldheersers van vandaag en de dag. En mensen denken ook: hoe kan een Poetin? He, vandaag de dag over Rusland. Hoe kan een Poetin doen wat hij doet en staan en zeggen wat hij doet en zeggen wat hij kan? Daar zit een geestelijke macht achter, vriend. Daar zit een geestelijke macht achter. Een normaal mens krijgt dat echt niet voor elkaar om dat op die manier allemaal te regelen hoor, wat deze man doet. Daar zit een geestelijke macht achter. En die geestelijke macht houdt hem in autoriteit. Hij komt ermee weg. Waarom? Omdat er een geestelijke macht achter zit. En hij is een puppet in de handen van machten en overheden over dat land. En het is tijd dat wij dat land ook niet vervloeken met onze woorden. Maar dat wij spreken over de opwekking en de beweging van Gods geest. Die gaat komen in Rusland. Omdat Jezus Christus regeert over alle machten en overheden. Het is tijd dat het lichaam van Christus gaat opstaan. En gaat beseffen dat als er iemand verandering gaat brengen in Rusland. Dan zijn het christenen. Mensen in de naam van de Heer Jezus Christus. Die niet erop uit zijn om de koninkrijk. Van deze wereld omver te werpen, maar die erop uit zijn om het koninkrijk van God te brengen en te presenteren. Opdat de koninkrijken van deze wereld aan het eind zullen ook buigen voor het ene koninkrijk wat eeuwig is: het koninkrijk met onze koning, de Heere Jezus Christus. Prijs de Heer. Vanwege de tijd moet ik hier stoppen, maar dit zijn onderwerpen, oh mensen, hier kun je toch dagen mee vullen. Als je ziet wat het woord van God hierover zegt. En als we ook zien hoe soms gedeeltelijk maar. En voor hoeveel, hoe weinig christenen hiervan echt het diepe besef hebben. En hierin gaan wandelen. Het is tijd, lieve broer, lieve zus. Het is tijd om op te staan. Het is tijd om je Bijbel te gaan lezen. Elke bril af te doen die jou probeert weg te houden bij de waarheid zoals het er staat. En te gaan wandelen en te zeggen. Als hij het zegt, dan is het zo. Dan is het zo. Amen. Het is een invloed van de duisternis die de christenen dom heeft gehouden. Het is een invloed van de duisternis die erop uit is om de waarheid van Gods woord te versluieren. Maar die tijd is voorgoed voorbij. Je zal de waarheid kennen en je zal vrij zijn. Halleluja, prijs de Heer. Nou, we zijn nu gekomen tot het einde van de uitzending. We gaan hier volgende keer gaan we hiermee verder over geestelijke oorlogvoering. Wat de Bijbel hierover zegt. We zijn nu een stukje context aan het creëren van wat de Bijbel er dan precies over zegt. En vervolgens gaan we zien wat onze plek en plaats dat in de praktijk, wat dat dan precies inhoudt en hoe dat werkt. En we hebben vandaag hebben we ja, ik hoop in ieder geval wat meer duidelijkheid te hebben gegeven over wat het Woord van God hierover te zeggen heeft. Als je hier op wilt reageren, kan het natuurlijk. Je kan altijd een mail sturen naar een van de onderstaande e-mailadressen. Een vraag of getuigenis of een gebedsverzoek, zoals eerder genoemd. Weet dat elke zondagochtend hebben we samenkomsten in Geertruidenberg, in Den Bosch, in Breda. En heel binnenkort ook in Gorkum. Halleluja! Prijs de Heer. En ook hebben we plannen om de tweede helft van dit jaar te starten in de Alblasse Waard. O oh, Heere, dank u voor uw werk. We danken u, Vader, voor alle deuren die opengaan. En voor Noord-Brabant, die geschud wordt en geraakt wordt met Gods liefde en Gods kracht. Oh, dank u, Vader, voor elk werk wat aan het ontpoppen en het starten is. Overal en nergens is het aan het gebeuren. Heere, uw koninkrijk breekt baan met kracht. Prijs de Heer. Weet dat je van harte welkom bent in een van onze samenkomsten. Als je, als je zelf bij een kerk zit, ga naar je kerk. Amen. Als je op zoek bent naar een kerk, en, uh, en, uh, weet je, dan, dan ben je van harte welkom om te komen. Uh, volg ons op de, op de socials Facebook, YouTube, Instagram of TikTok of www.jubilee.nl, waar je alle adresgegevens ook kunt vinden van al de verschillende locaties die we hebben. Wees aangehaakt aan de Heer Jezus Christus, dat is het allerbelangrijkste. Aan de Heilige Geest, aan God de Vader, want dat is jouw lifeline. Laat het woord van God in zuiverheid tot je spreken. Vul jezelf met goed onderwijs. Vul jezelf met goed onderwijs, opdat je mag wandelen in de waarheid, waar Christus de hoogste prijs voor heeft betaald. Lieve broer, lieve zus, bedankt voor het kijken. Ik wens je God zegen toe en hopelijk tot ziens.